Ik heb eigenlijk toen ik in mijn carrière startte, om de 2 jaar herbekeken welke mijlpalen dat ik voor mijn eigen wou zetten. Toen ik begon was dat voornamelijk posters en flyers maken voor evenementen in België. Met dat te doen heb ik ontdekt dat er enorm veel bands waren in het buitenland dat gelimiteerde zeefdrukken deden voor bepaalde concerten. Dus dat was dan mijn volgende mijlpaal. Met dat te doen ben ik in contact gekomen met meer commerciële illustratie. Dus dan ben ik beginnen jagen op opdrachten met Netflix, met Fortnite en dit en dat. En ja, zo evolueert dat voort. Ik vond het enorm leuk dat Pieter mij zo betrok met het bedenken van een nieuw concept om Sint-Bernardus op een nieuwe manier weer te geven in de internationale markt eigenlijk. Ik ben enorm tevreden met het resultaat. Qua kleur is het enorm krachtig en er zitten heel fijne details in dat mensen pas gaan merken wanneer ze voor de 3e of 4e keer zo'n blik vast hebben. Like, dat er bier uit de hooibalen komt. Ik ben zelf ook fan van bier, zoals de meeste Vlaamse mannen, denk ik wel. En Sint-Bernardus is nog altijd een van mijn favoriete bieren. Dus. Ik ben Arno Kies, freelance illustrator uit Antwerpen, België.